de Trek Pro Caliber 8. Een cross-country hardtail met achtervering. Rara, hoe kan dat? Blijf kijken. Nederland is een echt hardtail mountainbike land. En dat is niet zo gek, want onze trails zijn natuurlijk niet van die hele grote stoere bergen. En een volledig geveerde fiets heb je niet echt nodig. En daarnaast, een geveerde fiets is natuurlijk ook een stuk zwaarder dan een gewone hardtail. En toch, op die paadjes zoals op de Utrechtse Heuvelrug, zitten heel veel van die kleine korte hobbeltjes. En zou het dan niet heel lekker zijn om toch in die achterkant een klein beetje vering te hebben? Nou, vorig jaar kwam Trek met de Pro Caliber serie. En in het frame van de Pro Caliber, daar zit iets ingebouwd wat juist zorgt voor een klein beetje vering en dus voor meer comfort. Laat me het je uitleggen. Ja, dit is hem dan, de IsoSpeed decoupler. Voor de racefietserij ontwikkeld door de ingenieurs van Trek en Fabian Cancellara om de schokken te dempen van bijvoorbeeld kasseienwegen. En vorig jaar kwam het naar de Pro Caliber serie toe. En wat doet die IsoSpeed nou? De decoupler, het woord zegt het al, hij koppelt de bovenbuis los van de zitbuis. En hier zit tussen een stuk kunststof en wel een bout om het bij elkaar te houden. En door dat stuk kunststof heeft die zitbuis een mate van flex en worden dus klappen vanuit het achterwiel niet zo hard doorgegeven aan het zadel. In de Pro Caliber serie heb je 3 framesmaken als het ware. De 6 en de 8 die zijn gemaakt van aluminium en alles wat daarboven zit is van carbon. Nou, is er ook nog een superlight variant van de carbon uitvoering en die is 200 gram lichter dan het gewone carbon frame. Nou, even terug naar het aluminium frame. Je ziet het al echt stijve, grote, dikke, oversized buizen om stijfheid te creëren. En wat ik dan eigenlijk een beetje raar vind, is dat op sommige plekken lopen de kabels juist heel mooi door het frame. En op andere plekken lopen ze dan weer buitenom. Ja, en omdat dat frame natuurlijk voor heel veel soorten afmontage geschikt is, zitten op sommige plekken ook gewoon gaatjes met topjes. Vind ik minder mooi. Nou, en natuurlijk heeft Trek wel gedacht aan onze vochtvoorziening, want er zitten 2 bidonhouders op. De voorvork is een RockShox Riba RL. Hier onderop zit een stelknopje om de rebound in te stellen. De rebound, het is hoe snel die voorvork op oneffenheden reageert. En dat is iets een persoonlijke voorkeur, dus die kan je goed instellen. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de hoeveelheid lucht die erin zit. Dus hoe hard de voorvork als het ware dempt. Die kan je hier opstellen met het ventieltje. En aan de rechterzijde van de voorvork zit natuurlijk de lockout die je vanaf het stuur bedient. Het schakelsysteem komt bij Shimano vandaan. Achter vind je een XT-derailleur. Met Shadow Plus techniek, die voorkomt dat je ketting te veel gaat klappen als je over hobbels rijdt. De cassette die achterop zit zijn 11 tandwielen, waarbij de kleinste 11 tandjes heeft en de grootste 42. Deze is zwart, want deze is van aluminium. Want het is natuurlijk het grootste tandwiel achter, dus ook relatief het zwaarst. De rest is van staal, aluminium bespaart gewoon gewicht. Ja, en dan voor een 2 tandwielen, de kleinste 26 tanden, de grote 36 tanden. En wat ik nou technisch weer heel erg leuk vind, nou is het niet een aluminium krenk, maar een heel mooi carbon krenk van Raceface. En nu we het toch over carbon hebben, ook de zadelpen is van carbon. En zoals je kan zien komt hij uit het huis van Bontrager. En Bontrager is het huismerk van Trek. Dus ook het zadel komt bij Bontrager vandaan. De voorbouw en het stuur. En het stuur dat is maar liefst 720 mm breed. Nou, daarmee heb je zeker op snelle single trails heel veel controle. En dan de wielen. Die komen ook bij Bontrager vandaan. Velgen, banden en de naven. Nou, ik heb hier een frame 17,5 inch. Vanaf 17,5 inch krijg je 29er wielen. Heb je nou een kleinere frame, als bijvoorbeeld een dames 13,5 of een heren 15,5, dan bepaalt Trek dat jij daar 27,5 inch wielen bij krijgt. Want dan is het rijgedrag van de fiets gewoon beter bij jouw lichaamslengte. Ook de remmen die komen bij Shimano vandaan. Voor en achter een klauw met een enkele zeugen. En voor heeft hij een schijf van 180 mm en achter eentje van 160. Ja, wat ik nou heel mooi vind, echt technologische ontwikkelingen, ga maar door. Dat is de bevestiging van zowel het remhendel als het schakelmechanisme. Op dat hele kleine stukje waar je een heel mooi clean stuur krijgt. En op dat remhendel zit hier een heel klein impusboutje, maatje 2,5, waarmee je zeg maar de afstand van het remhendel kan instellen. Dus om aan te passen op je persoonlijke voorkeuren. Doe dat wel thuis, want dat maatje zit lang niet op elk toeltje. Ja, en dan hier nog de bediening van de lockout. Ook heel goed onderhand bereiken. Ja, die remmen zijn behoorlijk krachtig.
En het allerbelangrijkste, heel goed te doseren. En dat is handig als je cameraman niet aan de kant gaat. Ja, die zitpositie is heerlijk sportief. En het stuur lekker breed en veel controle. Echte bergen hebben we natuurlijk niet in Nederland. Dus ik maak dankbaar gebruik van Utrecht Zuiverrug. En met dat 26 tandsblad voor en die 42 tanden achter, kom je ook in de Alpen behoorlijk uit de voeten. Mooi man. Ja, en werkt die ijzerspeed die koppen nou op die knetterharde mountainbikepaden van Amerongen? Volgens mij wel. Ik ben een gelukspoepert. Ik heb 2 weken met de Pro Caliber 8 mogen stoeien. En eigenlijk vind ik dat Trek iets heel knaps doet met deze fiets. Binnen de Pro Caliber serie is dit zeker niet de duurste fiets. Hij kost €1.799. Nou, dat kan natuurlijk omdat er niet de absolute toponderdelen op zitten. Als je dat wil, dan zit je tegen die €8.000 aan. De fiets weegt 12 kilo. Dat is voor een cross-country fiets zoals deze eigenlijk ook heel erg netjes. Hij is goed afgemonteerd, de versnellingen werken, de remmen buitengewoon vergevingsgezind, maar toch krachtig. En er zitten dan toch nog een paar carbon onderdelen op, zoals die zadelpen en het krenk. Ja, en dan nog die ISOSpeed. Ik heb echt het idee dat boomwortels en wasborden gewoon minder hard worden doorgegeven. Daarmee vind ik dit frame wat comfortabeler dan de meeste hardtail frames waar ik mee rondrijd. Ja, dus in feite is dit dus een hardtail met een toch iets geveerde achterkant. Nou ja, die 12 kilo, die 17,99 bij elkaar, de afmontage. Ik vind deze fiets 5 sterren waard.